We gaan dus vandaag naar de locatie Atlantis. Dat is een hotel op het punt van de palm. Gaan we naar het Atlantis Hotel, dat is daar. Dat ziet er ook wel mooi uit. Hoeveel kost het om één nacht daar te blijven? En aan het einde van de video gaan we dus transparant maken hoeveel kost het nou om één nacht in zo'n hotel te blijven. Duimpje omhoog wordt gewaardeerd en je kan abonneren als je het niet gedaan hebt. En dan gaan we door naar het hotel. We zijn aangekomen. Wat je gelijk al ziet is dat er eigenlijk alleen maar Ferraris, Rolls Royces en Bentleys zijn. Maar wat een machtig mooie kamer. We mogen niet al te veel filmen, maar we gaan wel een beetje proberen te filmen dat we naar binnen komen. Ik ga het wel een beetje undercover proberen te doen. Vind je het mooi? Ja! Duurste merken heb je hier gewoon binnen zitten. Hier dan aan het einde. Kijk dan! Mijn voor 10 euro Jack Harry. En dan waren we dus iets te vroeg. En dan mogen we dus verblijven in de Imperial Club Lounge. Prijs-kwaliteit verhouding. Dit is hier top. Wat vind je van... Lekker, veel. Het is zo ongelooflijk lekker en het is allemaal gratis. Maar je betaalt gewoon echt voor de luxe, voor de service. De kwaliteit is heel erg ziek. Dan slaan we gewoon het drankje over. Toen we dat hadden gezien, gingen we door naar het zwembad. Het lokale zwembad heeft niks met het aquapark te maken. Maar dit is dan een soort van zwembad, maar op zich is het heel bijzonder. Goed verhaal. Je hoopt gewoon op dit soort gelegenheden, als je hier dan bij de pool ligt of zo, dat je bij mensen echt veel geld hebben, dan hoop je gewoon zo'n Ali B tegen te komen. Dat je zegt van Ali B mag met je op de foto. Dat je zo'n Marco Borsato of zo'n Ali B dan hier treft. Dat zou toch ongelooflijk grappig zijn? Ja! En als je dus bij het zwembad ziet, kan je dus basketballen, dammen. Ik ben geen sport. Je kan van alles kan je daar dus doen. Ik sta hier nu echt al serieus gewoon echt al een paar minuten. Gooi je gewoon één keer even erin. We gaan nu naar een plek waar heel veel muziek is en blijkbaar ook een feestje. De echte vraag is natuurlijk, kan je hier een beetje lekker kakken? Dat is natuurlijk gewoon de echte vraag. Na dit potje ga ik even poepen. Toen gingen we door naar de kamer. Ja, en dit is toch wel het moment, hè? 473. Toch even heel benieuwd hoeveel zo'n kamer nou kost die je nu gaat zien. Laat het vooral even weten in de comments, hè mensen? Oh, Jezus. Oh, Jezus. Hè? Jezus. 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 Oh. Wat de tering. Jezus. Mensen. Hoeveel kost deze kamer? Holy fuck. Tering, dit is dik aal. En dan nog eventjes de badkamer. Jezus, dit is ook niet normaal hoor. Dat je zo... Dat je zo met het altijd zit. Dat is een douchekom op de baan. Dat is zo goed om je... Ja, dat is even lekker te wachten weer, mensen. Kan je eventueel nog een paar kinderen opslaan? Jezus. Voor wie is dit allemaal? Dit is een tweepersoonskamer. Duimpje omhoog en dan laat even weten hoeveel dit voor één nacht kost. What the fuck is dit hotel? Doe maar even een lekker lijntje. Nee, dat kan ik niet doen, Jij was zeker aan het filmen en ik maakte zeker ook geluiden, of niet? Ja. Maar dit vind ik echt vooral het meest bizarre. In mijn weegschaal... 96,7, alles. En toen we dat hadden gehad, gingen we door naar het aquarium. Want onder het hotel zit dus een ontzettend groot aquarium. Meer dan 88.000 soorten vis. Oh, vis. Het is gewoon een aquarium in je hotel, want dat zit dus gewoon in de prijs die je betaalt voor je kamer. Zo, moet je liever zien. Een aardig gevalletje van... Jij komt hier. Wat voor stemmetje zal die hebben? Als we dit gaan doen bij elke vis die we tegenkomen, dan moeten we gaan... Weet je waarom? Krijg je een beetje Japanse vibes van. Zijn dit van die Zijn het zeeparken? Nee, het zijn geen zeeparken. Mensen, ik heb echt totaal geen verstand van vissen. Het lijkt een spin onder water, joh. Ik denk wel dat die heel lekker zou smaken. Dat is het enige wat ik weet. My name is Chinky. My name is Cha-Cha. Tering. Ik heb contact met de zus. Smerige is Dory. Mooi beest. Ik ben helemaal klaar met de kutvissen nu. Natuurlijk heeft zo'n hotel ook een fitnessruimte. En een dik persoon zoals ik moet hier wat aan doen. Kijk eens wat een griep. Grote vis. Allemaal touchscreen outdoors. Oh, je kan zelfs voetbal kijken, joh. Ja, zo'n kutwedstrijd op tv, maar het is nog steeds voetbal. En hier zijn gewoon kettlebells. Dit is wel ziek hoor, Ben. Even voor de duidelijkheid, dit heeft niks te maken met het restaurant. Want hier betalen we gewoon 900 euro per rol voor. Maar, wel lekker. Toen we lekker hadden gegeten, gingen we uiteindelijk toch nog even een paar drankjes doen ergens bij de bar. En daar konden we dus ook bowlen. Maar slechte ballen. Oh zo. Slecht. The next day. Hele geile goedemorgen, lieve mensen. We gaan vandaag naar het waterpretpark. En hier zitten heel veel bekende dingen in. Bijvoorbeeld de free slide, waardoor je slijt door het aquarium heen. Daar ben ik zelf heel erg benieuwd naar. What? Alles fucking 0 minuten. Dat is wat je moet hebben. Group ride. We zijn in de Aquaconda. Wel heel chill. Er zijn echt helemaal geen rij. Nou jongens, zin in. Woo! 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 Woo
Nou, zeg het maar. Cijfer van de eerste. 6,5. Kom kut. Nee, jij zit zo hard te schreeuwen de hele tijd. Nee, maar ik vind het zo... Are you scared? No. Oké, close the eyes. That's the trick. Close the eyes, yes. Okay. Ah, now I can see why it's the third time. It's fun. Vond je leuker dan de vorige of minder leuk? Ja, top. Dit is een... 8. Jezus, ze hebben zo enthousiast. Ik weet niet of deze een beetje over de kop gaat, maar we komen er maar zelf achter, lieve mensen. Oh. Vroom vroom, daar gaat Mark met zijn 99 pace. Wat is dit? Ik moet wel even zeggen hoeveel deze was. 6. 6,5. Ja. 6,5. Oké, okay, deze nu. Wow. Jezus, Anus, deze was wel echt heel vet. Godverdomme, eind 20 en ik vind het echt helemaal fantastisch. Ik hoorde je geen zorg, ik daar maar zitten. We zijn bij de volgende aangekomen. Blauw, lichtblauw, donkerblauw, paars en rood. Oh mijn god. Wat is dit? Dit is echt niet normaal. Daar gaan we, ja? Maar wat vond je van deze heel grappig? Ik ook wel. Ik had niet verwacht op het einde. Nee, dat einde had ik helemaal niet verwacht. Sorry mensen, ik probeerde te filmen, maar ik was een beetje goed. Gaan we weer. Oh, dit is perfect. Flesjes, Lagoon en Cove. Ja. Ik vond hem wel heel leuk, ja? Leuk? Ja. Ja, dat wel. Ik vind het niet zo. En hier zie je dus een tube. En hier gaan we er doorheen. Ik ga er echt even wat leuk te zijn. Ik ben benieuwd. Hebben we dus alles gehad, hè? Denk eraan het bowlen, het waterpark, aquarium, de kamer, het zwembad, Imperial Club Lounge, waar je 24/7 gewoon kan eten. Geen alcohol, wel jammer. Kut. Hey Henk, ik ben met een kater. Vergeten jongen. Hoeveel kostte dit nou in totaal, mensen? Daar gaan we. Het kostte 1000 euro en dan moet ik wel even zeggen, 200 euro hebben we ook hier gegeten. Dus puur de overnachting. En daar zat bowlen bij, aquapark, alles zat erbij. Wat we dan in deze video gedaan hebben, dat was 800 euro. Alleen meer reden voor jullie om te abonneren. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende. Het geld is op. Ik moet terug naar Rotterdam en ik moet er even van brood en rijst gaan eten. Want ja, het geld is gewoon hartstikke op. Tot de volgende en we zien je weer in Rotterdam. Of Amsterdam, geen idee. Later!